Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat het posten van pakketten voor derden gevolgen kan hebben en het belangrijk is om deze waarschuwing serieus te nemen. Juridische verantwoordelijkheid, veiligheidsoverwegingen en identiteitsfraude zijn de redenen waarom het posten van pakketten voor derden problematisch kan zijn. Het OM dringt bij de samenleving erop aan ervoor te zorgen dat een individu alleen pakketten verstuurt waarvoor ze zelf de volledige verantwoordelijkheid kan dragen. Dit seizoen is er in totaal 27.000 hectare ingezaaid, 9.000 hectare meer dan het vorig seizoen. De afgelopen paar seizoenen hebben rijstboeren enorm te lijden gehad onder ongunstige klimatologische omstandigheden en overstromingen, waarbij ze zeker 3 seizoenen lang niet aan de noodzakelijke droge grondbewerking hebben kunnen doen. Dit voorjaar waren de omstandigheden veel beter, waardoor de boeren hun totale oogst hebben binnengehaald en ook aan droge grondbewerking kunnen doen. Tegelijkertijd is de overheid ingekomen met onderhoud van droge en natte infrastructuur. Het streven van het ministerie is om de inzaai binnen 2 jaar te brengen naar boven de 80.000 hectare per jaar. De RM Schmidt School is gisteren winnaar geworden van de Rosabelle Brokkepoende Scholenquiz 2023. De kampioen kreeg een wissel- en eigendomstrofee. Daarnaast is er een cheque met een waarde van $1000 overhandigd ter versterking van de schoolkas. De winnaars kregen elk een waardebon van 1500 SRD en een medaille. De Rosabelle Brokkepoende Scholenquiz wordt jaarlijks georganiseerd voor de 6e klassers van het district Brokkepoende en heeft als doel jong talent in het district Brokkepoende te ontwikkelen en te stimuleren.